Obishi. 4 maanden geleden dacht ik om op maandag 6 juli uit Calais te vertrekken met de ferry richting Douvres, om van daaruit door te rijden naar Wales, om de streek al daar gedurende 4 weken te ontdekken, te voet en per fiets. Nooit gedacht dat dit reisplan overboord in het water zou vallen, zonder ooit een voet aan boord van de ferry te hebben gezet. Ik bezit een twijfelachtige mail waarin P&O mij garandeert dat ik onze €200 binnen een periode van 12 maanden opnieuw mag inzetten voor een nieuwe boeking over het kanaal. Gedurende de volgende 4 maanden wijzigden onze reisplannen voortdurend tot vorige week, toen we hoorden dat Aagje, Arthur en Aiko volgende week afzakken naar de Morvan, een regionaal park in Frankrijk waar ik, voor we Arthur leerden kennen, nog nooit van gehoord had. Zijn nonkel heeft daar een huisje en hij was er reeds verschillende keren te gast om er te werken. Zo ook volgende week. Wij zullen ondertussen Aagje en Aiko wat entertainen. Voorlopig verblijven we nog in ons Belgenland. We zijn op weg naar Luxemburg om er wat drank in te slaan, omdat die vloeistof, net als die andere vloeistof, op basis van aardolie heel wat goedkoper is dan bij ons. De route naar ons kleinste buurland slingert zich tussen Les Plus Beaux Villages de Wallonie. Obishi werd vandaag het eerste te ontdekken dorp van deze verzameling. Het stelt als dorp weinig voor. Het is vooral gekend voor zijn Romeinse zitten met hedendaagse kopieën van woningen uit die tijd. We bezochten deze archeozitten reeds 10 jaar geleden met ons nest 1. Op RouteU had ik een fietslus gedownload met het label aanrader. Ik heb RouteU beter leren kennen in de lockdown met mooi uitgestippelde wandelingen en fietstochten. RouteU werkt met beoordelingen van gebruikers in de vorm van sterren. Een route van 3 tot 5 sterren garandeert dat je op het einde een voldaan gevoel hebt, zo ook vandaag. De belangrijkste toeristische attractie op onze tocht was het kasteel van Belui, maar ook dat fietsten we zonder bezoek voorbij. In een ver verleden was dit als onderwijzer een halte op een van mijn schoolreizen, samen met Doornik en het toenmalige Park Paradiso. We staan nu vrij in een doodlopende straat langs een proper grasplein, maar het is te koud om buiten te zitten, hoewel we het geprobeerd hebben. Ik met een nieuw boek, Slachtoffer 2117 van Jussi Adler-Olsen, voor wie interesse heeft in de volgende 450 bladzijden waarin ik me wil verdiepen deze week.